Dit is een bespreking van paragraaf 1 van de eerste redevoering tegen Catilina van Cicero. Cicero begint met een frontale aanval op Catilina, die aanwezig is in de Senaat ook. En hij doet dat met een serie retorische vragen. Wat een retorische vraag is, dat is een vraag die eigenlijk een stelling is. Beroemd begin, quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra. Quo usque tot hoe lang nog, tandem eindelijk, nog wel. Abutere komt van een deponens wat misbruiken betekent, ab uti. En die uitgang re, dat is geen infinitieve uitgang, maar die is hetzelfde als res, dus een jij uitgang. De E daarvoor is het kenmerk van het futurum. Hoe lang nog zul jij misbruiken, Catilina? Misbruiken heeft in het Latijn de ablativus ab uti patientia nostra, ons geduld. De stelling is natuurlijk, Catilina, hou eens op met ons geduld te misbruiken. Quam diu betekent ongeveer hetzelfde als quo usque. Diu is lang van tijd. Hoe lang nog? Hoe lang etiam nog? Furor is de tuus, die razernij van jou. Vere futurum eludet is bespotten. Hoe lang nog zal die razernij van jou, nos eludet, ons bespotten, ons misleiden? Quem ad finem, nog zo'n vraag, tot welk doel, tot welk einde? En dan vere futurum zal zich... werpen, staat er letterlijk, zal verwaand zijn, jouw audacia, jouw roekeloosheid, die effrenata is, ontteugeld. Een frenum, dat is een teugel, dus zonder teugels, teugeloos, ongebreideld is een vrij Nederlands woord. Tot welk einde zal jouw teugeloze roekeloosheid, jouw teugeloze brutaliteit, cc jactabit, zich roeren, verwaand zijn? En dan een hele serie zinsdelen die met nihil beginnen. Anafor heet dat. Niets, trek jij je dan niets aan van een aantal dingen? Niets van dit, niets van dat. Nihil ne, dat ne, dat is een vraagwoordje. En het hoofdwerkwoord, even zoeken, dat staat daar. Bewegen, hebben jou bewogen, moverend. En dan dus een hele serie onderwerpen. Het leidend voorwerp staat daar, T. Hebben jou dan helemaal niet bewogen, niets bewogen. Het eerste onderwerp, het nachtelijke bezetting, praesidium van de Palatijn. De heuvel in Rome waar deze vergadering plaatsvindt in de tempel van Jupiter Stator, aan de kant van het Circus Maximus is dat, hebben jou dan helemaal niet bewogen, de nachtelijke bezetting van de Palatijn, helemaal niet de urbis van de stad, letterlijk de wachtposten van de stad, de wachtposten in de stad. Cicero heeft als consul kennelijk overal bewaking neergezet, helemaal niet de vrees van het Romeinse volk. Helemaal niet de concursus, het samenstromen van alle omnium goede mensen. Goede mensen, boni, is in deze tijd in Rome altijd een omschrijving voor de elite, de fatsoenlijke mensen. Cicero bedoelt daarmee zijn eigen in-crowd, dus de senatoren tegen wie hij het heeft. Hebben jou dan helemaal niet bewogen deze locus, ik hoor bij locus, deze plaats, deze munitissimus locus, deze zeer versterkte plaats, letterlijk van de senaat die gehouden moet worden voor het houden van een senaatsvergadering. Die tempel van Jupiter waar deze vergadering in plaatsvindt is kennelijk ook versterkt. En hebben jou dan helemaal niet bewogen het laatste onderwerp, de ora voltusque, de gezichten en de gelaatsuitdrukkingen, tautologie, van deze mensen, horum, de genitivus meervoud van hic. En daar bedoelt hij zijn publiek mee, behalve Catilina zelf natuurlijk. Nonsentis, merk je niet, voel jij niet aan, daarvan afhankelijk een ACI. Patere consilia, dat tua consilia, dat jouw plannen, dat die op straat liggen, dat die duidelijk zijn voor iedereen. Merk je dan niet dat
Nog een ASCII, dat coniurationem tuam, maar non vides, nieuw werkwoord, zie jij niet, non vides, daarvan afhankelijk weer een ASCII, dat jouw samenzwering, teneri, gehouden wordt, ingesnoerd, dat jouw samenzwering ingesnoerd gehouden wordt, al, ben ik vergeten te vertalen, maar dat jouw samenzwering al mislukt is, staat hier in feite, door het medeweten, scientia horum, nog een keer die genitieve meervoud van hek, door het medeweten van omnium al deze mensen hier. Even kijken, wat jij, denk jij, wie nostrum, quem nostrum, ik begin even met de hoofdzin, wie van ons denk jij dat niet weet? En dan in het begin staan een aantal vragen, wat jij egeris, conjunctief is vanwege de afhankelijke vraag, wat jij gedaan hebt in de vorige en wat in de daarvoor nacht. Wie van ons denk jij dat niet weet wat jij in de vorige en de nacht daarvoor gedaan hebt? Ubi, waar jij was, waar je geweest bent. Wie jij bij elkaar hebt geroepen. Letterlijk, wat van plan, wat van besluit jij genomen hebt. En dat is het. Cicero valt dus Catilina frontaal aan met een aantal retorische vragen. We weten alles al, dus hou nou maar op. Je samenzwering is in feite al mislukt.